Jamie, je bent Mr. Gay Belgium 2017. Hoe voelt dat? Zot? Ongelooflijk gewoon. Nee, het zal heel lang duren tegen dat binnendringt, denk ik. Maar, ik zag het aan je gezicht, je was helemaal blow away. Ja, ik had gewoon ook 11 ijzersterke medefinalisten. Dat je zo, al ja, met allemaal elk zijn ijzersterk verhaal, elk zijn thema. En als je dan hoort dat je, al ja, gewoon onbeschrijfelijk. Ik had echt niet verwacht, nee. Hè. Je hebt straks nog echt de presence, heb ik gehoord. Zie je dat een beetje zitten? Oh ja, dus yes, ik heb nog een echte presence. Oh ja, we zien dat helemaal zitten. Dat, amai. Oeh. Wat verwacht je nu eigenlijk van dit jaar? Een heel druk, hectisch jaar waar ik me echt voor de volle 100% voor ga smijten. En weet je al hoe je dat gaat doen? Wel, mijn thema was acceptatie van LGBT'ers op de werkvloer. En als je weet dat 2-3% van de Belgen letterlijk fysiek wordt aangevallen op hun werk, puur vanwege aardheid, dan weet je van oké, er is nog werk genoeg aan de winkel. En er staan heel wat dingen op het programma. Wat dat is, dat gaan we nog even laten tot de toekomst. Maar ik beloof, ik draag mijn lint met eer en geweten en we gaan het voor volle 300% smijten. Denk je dat je Raf ooit kan evenaren? Wat Raf allemaal heeft gedaan is gewoon onwaarschijnlijk. Die is gewonnen met de Mr. Europe verkiezing, met de Mr. Gay World verkiezing. Al de projecten dat hij heeft gerealiseerd, dat is oké, het wordt heel moeilijk om hem te overtoppen, maar we gaan er toch wel stinkende best voor doen. Heel veel succes ermee. Merci. Dank u wel.